Ja, en Frodo is een beetje gek aan het doen en idioot aan het doen en maf aan het doen. Hé? Ja nou? Ja hé, je was een beetje gek aan het doen hè? Ja hé? Ja, en jij dan? Meisje. Iedere keer als... Mavie. Hé? Nou, weer last van zijn oortjes. En heb het laken weer best meer gemaakt afgelopen nacht. Maar ja, wat doe je eraan? Het is zijn laken, dus zijn plekje. En het legde net schoon erop. Maar oké, ik wens jullie als eerste natuurlijk een hele fijne dag toe. En welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag zaterdag, de 16e februari 2019. En we leven om 14:35, dus het is net 2:30 geweest. En ja, ik ben laat, weet ik. Maar ik was vanochtend niet vooruit te branden. Ik was vanochtend ook niet in orde. Knallende koppijn. Ik dacht, bekijk het maar allemaal. Laat lekker liggen. Ik zou vandaag de deur uit. Nou, niet met Frodo. Nee, het komt nog wel. Want het is niet bepaald warm hier aan de kust. Het zou warmer wezen. Het is wel mooi weer hoor, daar niet van. Althans, ik vind de lucht hier ook boven de zee niet echt denderend. Een hele rare bewolking komt eraan. Een beetje paarsachtig, ja. Enkel met de camera valt dat niet te zien. En er staat een auto hier voor de deur, hè kerel. Ja nou. Ja hé. Ja. Oh god, wat zijn we allemaal lief en aanhalig. Ja ja. Hé, ja ja. Kijk dat pootje toch. Kom dan. Ja man. Ik krijg een pootje van jou. Dat is toch wel aardig van jou. Och, godje, nog meer. Och, jonkje. Hé? Kereltje. Hé? Nee, maar het is een rare lucht dat eraan komt zeilen vanaf zee. Ja, daar kan ik niks aan doen. Ik ga wel eventjes de hort op. Ik moet even naar de Voma toe. En, want er is eventjes, ja, de koffie die is daar goedkoper dan weer bij de Deka. Dus ik haal de koffie voor dan daar. Tenminste, als het nog steeds zo goedkoop is. Want de Deka die is schreeuwend duur geworden met de koffie. Oh, het was altijd 1,65 die koffie die ik heb. En nou is het 2, ja, nou tegen de 3 euro loopt het op. Het is al wat meer dan een dubbele verdubbeld. Dus kom, die kussen goed leggen. Kom. Kom kerel. Oh, wat een smerla ben jij. Oh, wat een smeerpoets ben jij. Oh, wat een smeerpoets ben jij. Je bent een smeerpoets. Je bent een smeerpoets. Hé, kriebus. Kille, 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 kille. Wat een kindje kietelen. Nee, geen zin. Maar in ieder geval, ik ga een bakje koffie doen. En omdat ik laat ben, neem ik ook nog een broodje. Want ik heb nog niet gegeten. En ja, ja, jullie krijgen ook allemaal lekkers. Jullie krijgen ook allemaal lekkers. Ja, jij krijgt ook. Hé, ja, jullie krijgen... En er ligt weer een pluk haar op de grond. En van wie is dat? Van Gandalf. Ik zie het aan de kleur. Ja. Dat is van dat rozige van hem. Van zijn staart of zo. Maar meneer, die ziet er ook niet uit. Hij heeft zich knap aan het plukken geweest. Allemaal rare plekken. Maar ja, kan er niks aan doen. Goed alweer aan. Ik zie mezelf niet. Ja, daar was ik weer. En ik ben wazig. Wat een gedoe. Zo. Dan ben ik weer goed, toch? Ja. Maar in ieder geval, ik wens jullie allemaal verder een hele genoeglijke, fijne zaterdag toe met hetgeen wat jullie allemaal doen. En ik zeg tot straks. Nou, lieve vrienden, ik ga de hort even op. Neem jullie niet mee. Nee, de moeite niet. En ik ga even ook voor Pokémon weg, dus even nog naar de Vomar. Even, nou ja, wat er nog van over is, rondje markt, want de markt is toch al bezig om op te ruimen. Gewoon eventjes hier in de stad, en dat weten jullie allemaal al, dus ja. Kom wel weer, toch? Nou, ik zou zeggen tot straks. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ik heb... weer een zootje boodschappen ingeslagen, onder andere eieren, natuurlijk brood,
En was voorbij de koffie. En ik had van Astrid gehoord dat de Vomer met zijn koffie goedkoper is dan de DK. En dat scheelt inderdaad. Bij de DK is het bijna 3 euro. Bij de Vomer is het bijna 2 euro. Dus dat scheelt een dikke euro. Dus ik heb gelijk 4 potten maar meegenomen. En ik heb nog eentje in de kast, dus dat zijn er samen 5. Nou, ik zet hem weer even erin. Voor de Frodo, voor Eowyn. En dan zeg je ja, en Gandalf dan? Nou, die eet met Frodo mee. En ik heb daar een kip bij. De rest is allemaal zalm en vis. Even zien. Ik vang gewoon graag vis. Ja. Dan hebben we die. Ik heb gewoon een neus voor vis. Oké. En dan hebben we die. Ik lust gewoon graag kip. Nou ja, of ze dat graag lust, dat weet ik niet. Dan krijgt Gandalf het wel. En dan heb ik nog eentje. Ik heb gewoon een neus voor zalm. Nou. En dan heb ik 2 flessen wijn. Ik heb boterhamzakjes en die gebruik ik daar niet voor, maar die gebruik ik voor Frodo's wc op te ruimen. Ja, het is aardig goedkoper dan als je van die poepzakjes koopt. En ik heb kaas en ik heb vlees. Dus, en een bounty heb ik ook ergens in de tas gemieterd. Maar waar weet ik, oh ja, ik heb man, kijk. Ja, ik wil hem nou niet vergeten, nee. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, ik ga lekker de boel even opruimen. En dan een bakje koffie maken en met een bounty erbij. Maar dan heb ik er wel weer gehad van vandaag. Ja, de kastje staat open en er mogen eigenlijk geen katten binnen, maar nou heb ik er geen oog op. Dus ja, ze kunnen erin. Dus ja, dat is de kast, die staat daar open. Kijk, dat is nog voor Chrissy. Cadeautjes. Voor Chrissy. Dat is mijn voorraadkast. Ik moet dit ook weer eens even aanvullen. Maar we gaan nou eerst inruimen. En dat is sowieso de koffie. Ja, 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 ja. Lekker koffie. Ik heb tenminste koffie in huis. Ja, toch? Nou, tot later. Nou, Frodo die is net naar buiten gevlogen. En kan al erachteraan. Maar het is mij te koud en ik ga wat uitproberen of dat kan. Ik zet de camera gewoon voor het raam en dan zien jullie het ook wel. Wat er allemaal gebeurt. Dat is Gandalf met zus. Ah, geweldig. Gelijk een beveiligingscamera. Top. Geweldig. Ja, Frodo moet nodig. Nou, dan moet het. Oh, wat is dat? Moet je er weer in? Nou, die er weer in. Ja, Frodo moet echt heel nodig. En dat hoeven we niet te zien, wel? Nee, dat hoeft niet. Zo. Ja, lamp nou momenteel even niet aan. Die kant is laag, zo. Nou wel. Hoor hem dan. Nou ja, oké, maakt niet uit. Nee, ik heb vandaag nog niet veel gedaan. Ik heb ook niet een vlog in elkaar gezet. Ik weet het niet even. Nee, ik heb vandaag weer helemaal nee. Vlog, maar dat maakt niet uit. Komt wel goed. Misschien strakjes nog even. En ja, dan zullen we zien of ik nog weer even wat in elkaar kan flatsen voor jullie. En dan komt het wel weer goed. Ik heb in ieder geval sowieso, geloof ik, al 2 weer klaar die naar YouTube moeten. Maar ja, dat moet ik uitkienen, zodat ik niet naar Facebook hoef. Dus dat moet ook overdag, want 's avonds moet ik naar Facebook. Ja, dus ik moet dat overdag doen, dan... Heb ik daar de tijd voor. Maar doe ik morgen misschien wel even.
Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot straks. Goedemiddag, mijn meisje. Goedemiddag, mijn meisje. Ja, vrouwtje is laat, hè. Maar ja, dat heeft zijn redenen. Ik hoor mezelf amper, zo doof ben ik. En daar hebben we meneertje Frodo. En die was vanochtend stout. Zijn andere zijkant zat hij weer lekker aan te eten, aan te vreten, aan te bijten. Aan die andere kant. Hé? Ja. Gandalf is buiten. En ik ben zo doof als de neter. Mijn oren zitten dicht. Zo werd ik vanochtend wakker. Ik heb mijn haren gewassen. Ik denk, ik doe wat water ook in mijn oren. Misschien dat het open springt, maar niks. Dan deze kant is het ergste. Ja, dan hoor ik mezelf heel vreemd in. Alle geluiden hoor ik heel vreemd, dus ik zie er niet uit. Maar dat komt ook, ik heb mijn haar gewassen, maak ik me nooit op nog. Tenminste, niet noodzakelijk. Wel wanneer ik bezoek krijg en ik heb mijn haar ook gewassen, maak ik me wel op. Maar ik denk, ik krijg toch geen bezoek. De poort is ook niet open. Ze bellen anders maar aan hoor. Ja. Maar in ieder geval, ze kennen mij, ze weten dat. En iedereen die hun haar gewassen heeft, dat zit nog niet, et cetera. Dus dat weet je toch, ja. Bij jezelf ook. En ja, daar ik raar wakker werd en lang niet in orde. Ik denk, nou, moet ik het allemaal maar overleggen. Ook niemand die me nodig heeft. Dan enkel mijn diertjes en die heb ik er vanochtend lekker een paar keer er nog uitgelaten. En, ik vond er niks aan. Ik denk, ik raap lekker mijn bed weer in. Punt. Nou, ik heb lekker nog op bed gezeten, ook nog een spelletje gedaan en weer ingedoezeld. En ik denk, het is zondag hoor, mijn dag. Ja, ik zou eigenlijk weg, maar ik heb er nou zoals ik nou ben geen zin erin. Ik zal proberen als morgenochtend nog zoiets een afspraak te maken met de huisarts. En die moet maar even kijken en die moet maar zorgen dat het open komt, simpel. Misschien zit er wel een prop in de weg en dan moet die eruit. Dus ja, ik weet het anders ook niet. Ik heb lekker een kom, een beker moet ik zeggen. Een beker, ja. Een beker met kipdinges, hoe heet dat? Kippensoep. Dus daar ga ik nog lekker van genieten. Ik had de televisie aan en ja, die staat nog aan, maar het geluid heb ik even uit voor jullie. En ga ik daarvan genieten. Doe er nog lekker een bakje koffie erbij. Lekker. Want ik heb het koud. Ik ben lang. Ja, rillerig. Maar ja, oké. Gaat ook wel weer over dat ik een oud jongetje, oud kereltje ben. En anders maar niet. Ik pech. Ja, dan kan ik daar ook weer aan wennen. Want je krijgt toch niks anders te horen. Ja, behoort bij je leeftijd. Je wordt ook ouder. Je blijft niet jong. Ja, dan moet je daar weer aan wennen. Ja. Maar ik hoop dat die oor toch wel overgaat, want dat is maar niks. Ja, daarnet deed hij ook heel even zeer, maar het was één steek. Maar voor de rest is het ruisen. En je eigen stem en alle andere geluiden hoor je heel anders. Maar ja, oké. Ik hoop dat het binnenkort weer overgaat. En dan, desnoods met hulp van de huisarts. Ja, toch? Maar oké, lieve vrienden, geniet jullie van je dag. Het is prachtig mooi weer. Ik ben er nog niet uit geweest. Ik moet er alleen nog uit om Frodo zijn wc'tje nog schoon te maken. En dan ben ik weer buiten klaar en bekijken ze het maar. Ik zou zeggen tot later op de dag. Doei, doei. Ja, en dan vergeet ik jullie ook nog welkom te wensen. Hè? Dat moet ik nog wel eventjes doen. Welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Weesterboel. Ja, dat heet wanneer je half bent, hè. Ik heb vannacht de computer laten werken, die heeft die is aan het renderen geweest, dus ik kan die vlog ook straks naar YouTube brengen. En dan kan ik dit allemaal eventjes eraf halen, op van vandaag na. Maar we leven dus, want dat zei ik er net wel, dat het zondag was, mijn dag, ja. Maar het is de 17e van de 2e, de 17 februari, en het is 1 minuut over 3, dus zeg maar 3 uur. Dus nogmaals, tot later op de dag. Doei, doei. Nou, ons prinsesje zit daar lekker te eten. Ja. En Frodo die is ook aan het eten.
En Gandalf, daar heb ik het voor klaarstaan, maar die is buiten. En dan zal ik straks zelf ook aan mijn eten gaan beginnen. En ik zie er nog steeds niet uit, maar dan gaan we de pret niet drukken. Ik eet, even zien wat eten we. Kijk, spersiebonen. En ik had in de soeppan nog een stukje vlees. En dan kan ik morgen de vaatwasser weer gaan vullen. Ja, dat nog even onderspoelen. Maar daar heb ik ook nog het een en het ander voor nodig. Dus komt allemaal wel goed. Ja, ik zei al, ik zie er nog steeds niet uit. Maar ja, ik ben ook druk bezig geweest op mijn computer. Ik heb op deze van vandaag naar hek mijn camera leeg weten te halen. En ik, hij is net klaar. Ik ben aan het renderen geweest. Ik heb er eentje naar YouTube gebracht. Deze gaat nou ook weer naar YouTube die ik aan het renderen heb gedaan. Dus gaat er ook naartoe. En dan heb ik weer, ik zal even kijken. Ik weet het allemaal niet eens niet meer uit mijn hoofd. Het ging zo vlug. Die even pakken. Dit is van de Valentijnsdag, dus die gaat zo naar YouTube. Dat is die. Dan gaan wij even koekeloeren naar de fysio, dat was vrijdag, afgelopen vrijdag. En een lekker ontour. En dan nog het vervolg ervan. Ja, ontour, dat is met de booster en dat duurt zo lang en dan krijg je een urenfilm. Nee, dat moet maar niet. Even in twee keer. En dan gisteren ben ik ook eventjes weg geweest. Ik had jullie niet mee, maar dat maakt ook niet uit. Dus ik heb nog 3 filmen te renderen en dan 4 stuks naar YouTube te brengen. Ja, en ik heb er vandaag al eentje gebracht. Dus komt allemaal goed. Jullie hebben weer veel kijkplezier in ieder geval. Ja. Eeuwen die is klaar. Dat zal ik ook weer even opruimen. Er ligt nog een brokje op de grond. Je hebt gemorst. Je hebt gemorst. Moet je meer? Nee, hè? Nee. Zou ik ook zeggen. Ja. Nou ja, het is wachten op meneer Gandalf. Dat die... Ho. Blijf staan. Blijf staan, zo. Ja, ik kan er niks aan doen. Even de boel weer bij elkaar schrapen. En dan gaat er weer een bakje eroverheen. Zo. En dan gaat het schoteltje die kant op. Bakje eroverheen. Dat is van onze Eeuwin. En dan heb ik het hier nog klaarstaan voor meneertje Gandalf. Maar ja, die is... nog steeds polo's, ik zie hem nog niet voor het raam, nee, dat is die nog niet. En ik weet ook niet of die al in de buurt is. Gandalf! Gandalfie! Ik dacht, dan komt hij gelijk, als hij me hoort, maar dan is hij te ver weg. Ja, maakt ook allemaal niet uit. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne avond toe. Het is nog steeds vandaag natuurlijk zondag. En we leven om 7:10. En het is nog ook nog steeds 17 februari. Wat moet jij? Moet jij er nou uit? Nou, dan moet jij er ook eens eruit. Doei! Ja, vlak voor het eten wil hij eruit. En als hij zijn eten op hebt, of bijna op, moet hij er nog weer een keer eruit. En als hij het niet helemaal op hebt gegeten, dan... pat op. Mooi zo. Dan is het meestal van... wil hij tussendoor even weer naar buiten. Dan komt hij weer binnen en eet hij weer verder. Dan is het klaar. Maar oké, jullie allemaal een hele fijne avond. En geniet ervan. Ik zou zeggen... tot later. En oh ja, wacht even. Ik maak gelijk een slot eraan, want ik ben het zat. Ook vanwege mijn oren. Maar dat komt ook wel hopelijk weer goed. Fijne avond dus. Wees lief voor elkaar.
Verlaten welterusten slaapplekken met mooie dromen en gezond weer op en tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!